Hallo en welkom bij de Ups and Downs. Ik heb hier een klein therapietje. Echt waar. Au, laat je mond zien. Zeg je hi. Hi. Ik heb een tablet. Ja. Tjoepie. Hi. En daar zit Jordi. Hi. Zeg maar dag Jordi. Hallo. Hi. En Liam is daar. Hey. Hij is lekker aan het spelen. Hey. Oh, allemaal kusjes voor jullie. Vandaag is de laatste dag dat Niels werkt. En dan heeft hij 2 weken vakantie. Hey. Yay. Ja, dat. En ik weet niet of ik vandaag veel vlog. Ik heb vandaag zo'n dag dat ik opsta en dat ik denk, ik heb vannacht ook heel weinig geslapen van de pijn van de fibromyalgie. Dat is gewoon zoals het is. Maar dat betekent wel dat ik de hele dag een beetje relaxed moet doen. Dus dat komt wel weer goed. Dus ja, we gaan het zien hoe het vandaag loopt. Momenteel gewoon even heel veel pijn, maar dat komt ook omdat ik echt veel met de kinderen aan het doen ben. En ook gewoon wel eens mijn telefoon wegleg en gewoon ga spelen met de kinderen, et cetera. En er wordt natuurlijk op zolder verbouwd en er is van alles gaande, zeg maar, wat dat betreft. We moeten voor van alles gaan kijken, morgen gaan we vloer kijken en gisteren hebben we de voorstrijd erop gedaan. Vandaag wordt geëgaliseerd. Als dat droog is, dan gaan ze maandag schilderen. Echt zoveel gaan ze doen. En het is gewoon... Het gaat ineens heel snel. Iets waar we zo lang al mee zitten, gaat ineens heel snel. En daar kan ik af en toe niet helemaal mee omgaan. En dan moeten we dingen regelen. En dat is prima. Maar dan moeten we dingen regelen. En dat gaat even dan... En dan natuurlijk ook de zorg van de kinderen. Maar ja, het komt goed. Heel veel 2 weken blijven. En we gaan zien hoe het loopt. Lief zijn Liam. Liam, laat Jordi spelen. Jordi is trouwens steeds meer met nieuwe speelgoed aan het spelen. Nu heeft hij iets van de Teletubbies, wat ik nog had. Wat hij leuk vindt, wat hij eerst nooit tof vond. Maar hij kijkt er ineens naar om, dus... We zijn het aan het stimuleren dat hij meer ander speelgoed ook heeft. Dus dat is mooi. Ik heb voor de jongens een bordje met helemaal vol met fruit en een croissantje gemaakt. Kunnen ze lekker zelf kiezen wat ze willen eten. En Jordi, die krijgt gewoon eerst fruit. En als hij daarna nog behoefte heeft, krijgt hij een broodje. Maar bij Jordi is het gewoon heel belangrijk. Dat hij eerst even goede vezels binnen gaat krijgen. Dus daar ga ik even aan beginnen. Nou, Liam heeft dit nog over. Sam heeft dit nog over. En Jordi, die wilde dit niet meer. Maar voor de rest hebben ze alles opgegeten. Dus ze hebben het opgegeten. Dan krijgen ze daar nog even een broodje. En dan gaat Sam lekker naar bed even. Ze hebben uitgeslapen, maar Sam kon het gisteren ook al niet meer volhouden. Dus ja, ze gaan vanavond sowieso wel later naar bed, omdat er geklust gaat worden. Dus ja, hè? Daar hou ik rekening mee. Dus nou, ga even opruimen en dan zien we wel weer. Joef, ga eens weg. Ja, ga weg. Oh, wat is dit? Oh, echt waar? Ja. Ja. Oei, oh, wat is dit? Oh.
Zag je het nou ineens? Dat is een knuffelmoment die wij dagelijks een paar keer per dag hebben. En we waren al 10 minuten denk ik zeker aan het knuffelen op die manier. De tablet leggen die er zelf voor weg. Dus ja, was even mama Sammy momentje. Zo heb ik ook mama en Lia momentjes en mama en Jordi momentjes. Alleen, ik had nou mijn telefoon in de buurt, omdat ik een podcast aan het luisteren ben. Dus nou kon ik gewoon mijn telefoon erbij pakken. Maar vaak ligt mijn telefoon op tafel of op de aanrecht of zo. En dan kan ik dat niet pakken. Dus ik kon deze even vastleggen. Hallo, we waren toch net aan het knuffelen? Hallo? We waren toch aan het knuffelen? Dus dat. Ik ga eventjes zorgen dat de kindjes een melkje hebben. Jordi nog een broodje. Die twee anderen willen niks meer eten. Dat had ik al getest. En ja, ga ik Jordi even nog wat eten geven. En een melkje. En dan gaan er sowieso eentje gaat naar bed. Soms heb je er gewoon van die dagen bij zitten. Ik heb vandaag gewoon lichamelijk. Geestelijk gaat het allemaal gewoon goed. Hoor. Nou ja, daar valt natuurlijk over te twisten. Maar lichamelijk heb ik vandaag gewoon zo'n dag. Ik heb natuurlijk fibromyalgie. En vandaag heb ik echt zo'n dag dat mijn lichaam gewoon niet wil. En dan kost het me gewoon extra veel moeite om alles bij te benen. En meestal zorg ik dan ook gewoon voor de kinderen dat ze alles hebben. En de rest zal het allemaal wel. Maar goed, dat betekent dus ook dat ik vandaag nog niet geüpload had. En dan moest ik nog doen. Het is wel een korte vlog, want we hadden niet veel meegemaakt. Ja, we hebben wel veel gedaan. Maar gewoon niet veel. Als in de zin van gevlogd. Ja, dat heb je ook wel eens. Dus het is maar een korte vlog. Dus hij zal heel snel online staan. Maar oh. Ik heb vandaag gewoon echt een bouwdag lichamelijk gezien. Nou ja, dat mag gewoon gezegd worden dat dat zo is. Dat is ook niet om te klagen. Ik heb nou eenmaal fibromyalgie. Ik kan daar niks aan veranderen. Ik ga daar ook niks aan veranderen. Mijn Niels die kwam al thuis en die zag het al aan mij. Toen zei hij al van, het gaat niet helemaal lekker, is het wel? Ik zeg, nope. Hij zegt, ah, komt goed. Hij zegt, je hoeft vandaag niet te koken, zegt hij. Hij zegt, we halen wel frietjes. Hij zegt, dat maakt voor een keer ook niks uit. Dus dat hebben we gedaan. We hebben frietjes gegeten. En vanaf vandaag heeft Niels ook 2 weken vakantie. Yay! En we gaan wel leuke dingen doen in de vakantie. Maar vooralsnog voornamelijk op de zolder dingen afmaken. Ja, ze zijn er nu alweer bezig. Ze gaan de vloer egaliseren. En dan moet het een paar dagen drogen. En dan komen ze schilderen. En dan kan de vloer erin. En dan kan de timmerman komen. Die kan het af timmeren. Dus ja, er kan gewoon heel veel gedaan worden. En we hopen eigenlijk toch wel met 2-3 weken eigenlijk op zolder te kunnen slapen. Ja, daar gaan we allemaal nog wel zien hoe dat dan loopt en lukt. Een goedemorgen. Het is gewoon bij zijn onderweg naar de. Ja, maar ja, jippie. Naar de hogerbak. En de kinderen zijn mee, want wat gaan we uitzoeken, Niels? Een vloer voor de zolder. Een vloer voor de zolder. En we gaan kijken naar verf. En ja, dat gaat hem worden. Dus, en daarna ga ik naar de kappert. Eerst douchen en dan naar de kappert. En dan vraag jij je af waarom ga je eerst douchen? Mijn haar is zo vet als spek. Dus, en ik ga gewoon liever schoon naar de kapper. Dus ja, wij gaan verder naar het gebrabbel luisteren. Dat dus. En dan gaan we naar Best. Ja, we gaan naar Best. Naar de Hornbach. Dus dat. En ja, we gaan kijken wat we
Nou, we hebben het gevonden. Het is dit geworden. Niels gaat dat vanmiddag ophalen. En dan hebben we de vloer alvast. Die wordt als goed volgende week ergens gelegd. Schilderen moet nog gebeuren. Maar dan gaan ze maandag aan beginnen. Maar het is maar dat je alvast die vloer hebt, hè. Daar gaat het om. Maar goed, we gaan dat eerst even eten. Dan ga ik even douchen. Ik heb namelijk de tik dat ik altijd gedoucht wil hebben voor ik naar de kapper ga. En dan kom ik thuis. En dan gaat Niels die spullen halen. Bij een andere Horenbach. Want ze hadden die vloerdingen niet op voorraad. Maar wel bij een andere Horenbach die hier ongeveer net zo ver vanaf leeft. Dus ja, dat. Ben je blij? Ja. Oké, okay, mooi. Ik ook. Nou, ik ben weer geknipt. En het was hartstikke gezond haar. Het enige nadeel is, ik heb heel veel uitval. Dus, maar het zit weer een model in. En daar ging hem om. Zodat ik weer wat hè, met mijn haar kan doen. Dus, maar goed. Ik ga zo dadelijk nog even de douche inspringen. In verband met haren. Want ik word daar gek van. Dat is een trekje dat ik heb. Dat ik heb altijd al. En voor de rest... ja, hier in huis dingen doen. En Niels die gaat daar ook nog weg. En wacht tot Niels thuis is. Zodat ik mijn dingen boven kan gaan doen. Mijn bedden verschonen. En dat soort dingen allemaal. Een hele goede morgen. Vandaag is de dag dat ik voor Niels een ontbijtje maken mag. Morgen is Niels pas jarig. Maar ik zei tegen hem. Ik maak vandaag voor je het ontbijt voor je verjaardag. Je zoekt het maar uit. Dus dat. Hij heeft zijn gebakken eitje met weet ik veel allemaal. En Jordi gaat ook eten. Dit is voor Jordi. Daar zit hij. En ja. Daar gaat er altijd wel in. Tada! Croissantjes zijn vrijwel het enigste broodje dat we in zijn mond krijgen. Zonder dat hij een filmpje nodig heeft. Ja, zo lekker vindt hij ze. Dus dat. Die twee anderen van de Bambix bende. Die zijn ook aan het eten. En natuurlijk heb ik voor mezelf ook een ontbijtje gemaakt. En ja, laten we zondag maar beginnen. We krijgen vandaag bezoek. Mijn ouders, mijn opa en de moeder van Niels komen op bezoek. En die komen vanmiddag. En ja, voor de rest gaan we zien hoe het allemaal loopt. Morgen is Niels echt jarig. Dus dan doen we cadeautjes geven met kindjes. Maar dan heeft hij in ieder geval zo'n ontbijtje vast gehad. Want ja, dat. Ik moest toch ontbijt maken. Dus ja. Bezoek is naar huis. We hebben lekker gegeten. We hebben Chinees laten komen. Nu krijgen alle kindjes lekker de fles. En papa gaat dadelijk Formule 1 kijken. En ja, ik ga denk editen of zo. Ik heb hier ook al opgeruimd samen met Niels. En de kindjes gaan zo lekker naar bed. En we gaan gewoon een rustig avondje hopelijk tegemoet.